Leuk dat je weer kijkt, of als je nieuw bent, leuk dat je kijkt. Vanochtend ben ik gaan rennen. Kinderen sliepen nog, iedereen sliep eigenlijk nog. En toen ik terugkwam. Hallo. En nu lekker slapen, jongens. Heb je gevonden? Wat? Heb je gevonden? Gewonnen, ik heb gewoon lekker gerend. Huh? En heb je dan mijn mama en papa? Ja, van mezelf. Het mooiste wat mij is overkomen is mijn kinderen. Zo'n enthousiaste ontvangst te hebben als je thuis komt. En Lennon die is altijd het meest enthousiast. Hallo. Ik hoop dat hij dat enthousiasme eigenlijk dat hij dat blijft houden. En hij is ook altijd heel nieuwsgierig. Hij wil altijd van alles weten. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij kan praten, misschien zelfs al eerder, toen hij nog niet kon praten, zei hij toen wou hij misschien ook al altijd van alles weten, maar hij wist nog niet hoe hij het moest zeggen. Maar vanaf het moment dat hij kon praten, is het altijd van, hoe kan dat? Waarom is dat? Waarom is dat? Ik geef je wel uitleg. Waarom is dat? Waarom is dat? Waarom is dat? En zo bleef het maar doorgaan. Maar hij is echt mega nieuwsgierig. Vooral nu is hij geïnteresseerd in wetenschap en technische dingen. Hoe je dingen maakt, hoe dingen ontstaan zijn. Heel veel boeken altijd en heel veel vragen ernaar. Julie is echt een verhalenmeisje. Ze maakt echt overal van alles wat ze heeft. Ze hoeft maar wat te hebben of ze maakt er wel een verhaal mee. Alice, zit wat aan de hand? Oh, wat. Het is al ochtend. Ja. Kom nou, doe die spoddy aan de hand. Oké dan. Alle bed naar de laatste. Openlaten, oké. Echt fantastisch. Ze kan er soms echt zelf helemaal in verdwalen. Dat ze helemaal niet in de gaten heeft wie er rondom zich heen is. Verder moet ze graag tekenen, zingen en dansen. Vooral zingen. Ja, alles. Alles gaat zingend met de verhalen. Dat is jullie. Yay. En dan is er natuurlijk nog Noël. Kan natuurlijk nu niet achterblijven. Deze video gaat eigenlijk helemaal niet over. Maar... ik maak toch even mijn verhaaltje af. Noël, daar is eigenlijk op het moment nog niet zo heel veel over te zeggen. Hij is pas 3. Hij is nog echt zo'n kopieermachine. Hij doet echt alles na van iedereen. Als je alleen is, kan hij op zich wel. En heeft hij toch wel een beetje van jullie. Neemt hij dat over dat hij dan zijn eigen verhaal maakt. Maar op dit moment, als hij samen met een ander speelt, dan gaat hij gewoon heel erg graag in het verhaal mee van een ander. En kopieert hij alles. Hij doet alles na. Maar ja, dat is nog de leeftijd. Wie weet wat er allemaal uit gaat komen. Hij is wel een beetje een eigenzinnig mannetje. Maar goed, nu gaan we door met waar deze video eigenlijk om draait. We gaan weer een nieuw meubelstuk maken. Het vorige bed van Noël past helaas niet in zijn kamer, dus heeft Lennon gekregen. We gaan nu toch een nieuw bed maken voor Noël. Hij wilde het graag. Niet dat ik het daarom doe hoor, ik vind het gewoon leuk om te doen. We gaan nu een eenvoudiger bed maken, want er zijn nog tijd, zal hij misschien wel een hoogslaper krijgen. We zijn hier met het stuk hout bezig wat al voor zijn bed is. Ik heb nog een stuk restmateriaal van het vorige bed. Dit kan ik mooi in het verwerken in het bed van Noël. Ik ga hier zijn naam uitzagen en daarna wil ik het gaan inleggen met ander hout. Het wordt een heel eenvoudig bed, maar ik wil er toch iets leuks van maken. Ik heb het al een beetje uitgemeten en ben bezig met het opzetten van de letters. Ik heb de N heb ik al gemaakt en er komt nog een O, E, L. Morgen gaan we het hout halen en dan ga ik ook meteen naar mijn vader toe. Ik heb de lijmklemmen weer in moeten leveren, want hij had ze nodig. Vandaar dat ik het plankje nu al aan het maken ben, dan kan ik het gelijk meenemen, want het moet erin verlijmd worden. Dan ga ik de hoofdsteun en het voeteneind samenlijmen met lamellen. En mijn vader heeft er een fijn apparaatje voor, dus dat gaan we bij hem doen. Thank you.
Pas net, hè? Nou ja, ze hadden geen 3 meter neer, dus moesten we 3,30 pakken. 3 meter hadden eigenlijk net gepast. Maar goed, dan doen we het hier maar mee. Op de werkplaats van mijn vader, we gaan even een stukken zagen. En dan kunnen we het dadelijk verlijmen en verbinden met lamellen. Maar eerst even zagen, dan gaat-ie. Nou is het even wachten tot het droog is. Paneeltje 1, paneeltje 2. Wacht even! We hebben het systeem trouwens een klein beetje veranderd, want ik had een klein foutje gemaakt. De vorige panelen waren te kort. Ik had ze op 90 gemaakt, maar ja, moet op 96, want de zijbalken die was ik vergeten mee te rekenen, want de matras is natuurlijk 90. Maar ik had de letters dus erin gezaagd. Daar was Marieke niet zo blij mee. En toen dacht ik van, nou ja, dan maak ik nieuwe, maar ik wil toch die letters erin. Maar dan maak ik dus een modulair systeem waardoor de plankjes gewisseld kunnen worden. Kijk, hier heb ik dus de naam nu erin. Dat ga ik dan nog uithalen. Dit is een plankje zonder. Dadelijk, als ik het klaar heb, dan kunnen we hier dan zo erin schuiven. Nu gaan we de haken aanbrengen. Kan ik hem in elkaar zetten? Ik kan nog hier de letters uitsteken. Ja. Maar dat doe ik frezen. En dan moet ik weer naar mijn vader. Want ik heb zelf geen frees. We hebben een bedje klaar voor Noël. We gaan het even opzetten. Eerst even de oude afbreken.
het zal toch wel aardig regenen weer.